Liam is niet echt romantisch, maar ik weet zeker dat ik hem wel romantisch kan maken. Dat valt wel te leren, toch? Misschien heeft hij gewoon nog nooit een romantische film gekeken. Heb jij wel eens een romantische film gezien? Ik ben niet echt romantisch. Wat zou je dan voor romantisch willen, wat je vriendinnetje voor je zou doen? Als je een vriendinnetje zou hebben, natuurlijk. Misschien zou ik het meisje kunnen vragen om een beetje beter te helpen met de wc schoonmaken. En je kunt beter geen verkering nemen. Ik bedoel, het gaat toch weer een keertje uit. Je kan beter gewoon alleen blijven. Veel minder gedoe. Alsof het schoonmaken van de wc niet erg genoeg is. Krijg ik dat gezeik er ook nog bij? Eerst al Liam, die loopt de zeur over Puck. En nu Puck zelf ook nog. Zou je dan nooit een vriendinnetje willen? Nee, absoluut niet. Vind je ook niemand leuk? Ook niet een heel klein beetje? Nee, ik wil liever naar huis. Ik hoor altijd dat iedereen liefde wil. Maar kennelijk is Mick dus een uitzondering op alles of zo. Maar waarom vind ik hem dan wel zo leuk? De repetitie voor de meiden gaat zo beginnen. Ik neem het schoonmaken wel voor je over. Puck heeft een superleuk vriendje en is er niet eens blij mee. Degene die ik leuk vind, die wil helemaal geen vriendinnetje. Als liefde altijd zo ingewikkeld is, weet ik niet of ik er nog wel zin in heb. Ik vind het maar knap hoe je het allemaal weet te managen. Je directeursbaan en dit kan. Je moest er toch maar onverwachts bij zijn. Ja, nou, ik doe wat ik kan. Maar goed, jij doet het ook heel goed. Echt mooi, dat liefde voor eeuwig is. Zelfs als je mega oud bent, kan je nog verliefd worden. Dat is echt wel vet. Wat liepen ze te slijmen, zeg. Echt awkward, dat twee oude mensen zo verliefd doen. Ja, ik vind het ook knap. Want zingen... Je zou mij niet kunnen zien. Zie je nou wel? Wat moet ik zien? Wat ik al de hele tijd zeg. Meester Daaf heeft duidelijk een oogje op Sanne. Hij was helemaal bij haar aan het slijmen. Dat is het bewijs. Hey, wil je nog helpen of... Nee, man. Ik kwam om te kakken. De wc beneden is bezet. Maar ik heb hem net schoongemaakt. Chill. Dit is groep 8 van de Eenhoornschool uit Woerden. De klas gaat op musicalkamp om een eindmusical in te studeren... en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de Eindmusical. Oké, meiden, kom er even bij. Vandaag staat in het teken van de rol van Lissy en Imani. We gaan het liedje Tik tak tik zingen. Puck, zou jij als eerste de rol van Lissy willen vertolken? Ja. En Imke, wil jij de rol van Imani doen? Ja. Oké. Kom maar even naar voren. Jij ook, Imke. Tik tak tik, de tijd gaat veel te snel voor mij. Ik moet nog sporten, dansen, zingen, maar de dag is al voorbij. Zoveel tegelijk, ik ren mijn benen uit mijn lijf, maar ondertussen vind ik maar geen tijd. Geen tijd. Komt-ie? Geen tijd om te chillen of te hangen voor de tv. Ik zou het anders willen, maar de klok tikt door en door. Hij heeft me in zijn geest. Tik tak tik tak tik. Tik tak tik tak tik. Ja, heel goed. Ja, Puck, goed gedaan. Heel veel energie. Nou, Imke, jij ook hartstikke goed, maar je was wel erg voorzichtig. Je mag wel iets meer geven, hoor, van mij. Ja, je kunt het. Oké, hartstikke goed. Dan wil ik nu... Kato, zou jij eens de rol van Lissy willen vertolken? Ja. En Mara, jij de rol van Imani? Oké. Terwijl de meisjes verder zingen, is Maurice met de jongens in het huis aan het repeteren. Mannen, ik wil eerst graag even een warming-up oefening doen, hè, om even lekker in te komen voor de echte repetitie. Dit doen we even om ons hoofd leeg te maken van alle dagelijkse dingen. Zijn hoofd is toch al leeg. Haha, maar we doen dit ook om energie te krijgen. Het is altijd een heel proces om zo'n groep als team te laten werken. Hè? Om te zorgen dat er wel een soort van gezonde strijd is, maar wel met respect voor elkaar. Dus wij gaan een spiegeloefening doen. Nou, dat betekent dat je voor iemand gaat staan en met je armen, je hoofd, precies na gaat doen wat die andere persoon doet. Dat doen we om het acteren natuurlijker te maken. Wat hebben we daaraan? Nou, als jij even had opgelet, had je gehoord dat ik dat zojuist heb uitgelegd. Ja? Nou, gaan we bij elkaar staan en dan gaan we beginnen. Ja, en doe elkaar maar goed. Nou, heel goed. Gaat top hier. Dat vind ik wat minder, maar goed. Ja, heel goed. Ja. Mm-hmm. Spiegel dat dan. Hey, ophouden nou. Ophouden nu. Als je zo doorgaat, dan ga je eruit. Let op. Ja? Gewoon serieus. Wc schoonmaken is nog leuker dan dit. Ik droom ervan. Stoppen, niet groter wordt. In mijn dromen droom. anders willen, maar de klok tikt door en door. Hij heeft me in zijn greep. Mama, tik tak, tik tak tik. Heel goed, meiden. Hartstikke goed, hoor. Oké, mogen jullie weer op je plekje gaan staan? En dan zou ik wel willen horen, Sally, zou jij de rol van Lissy willen doen? En Rosalie, Imani. Echt leuk dat ik de rol van Imani mag zingen tijdens de repetitie. Maar waarom nou weer precies samen met Sally? Vet irritant dat Rosalie de rol van Imani mocht zingen. Ik twijfel trouwens ook een beetje of ik wel mijn best moet doen voor de rol van Lissy. Straks vindt Sanne me zo goed dat ik die rol krijg. Oké, dan gaan we nu echt beginnen met de repetitie. En dat doen we door een scène te improviseren. Mick, als jij Jake wil spelen en Boas, jij bent natuurlijk Riley, maar voor nu eventjes Rico. Okay. Ja, het gaat om de scène waarin Jake heel erg naar Imani toe wil, maar Rico zegt no way, gaan we niet doen. Okay, dus je moet hem echt overtuigen? Ja, doe je best. Mag ik naar Imani? Dat kan niet. Oké. Oké, Mick, luister. Ik weet dat je heel vindingrijk bent. Het zou leuk zijn als je daar iets van liet zien, ja? Nog een keer. Oké, dus ik moet echt het voelen. Nog een keer. Mag ik naar Imani toe? Kan niet. Je zou een afspraak moeten maken. Misschien dat ze over een half jaar tijd voor je. Zeg dat nog een keer tegen mijn vriend dan. Doe eens normaal, joh. Zeg nog een keer tegen mijn vriend dan. Doe normaal dan. Luister. Ik wil dat de repetitie serieus wordt genomen. Dat doe jij niet, dus eruit. Wegwezen. Musicals zijn toch stom. Ik ga niet aan een dood paard lopen trekken. Ook al denk ik dat hij dus veel meer in zijn mars heeft. Maar ja, het is een totaal ongeleid projectiel. En het is ook niet eerlijk naar de anderen toe als ik al mijn tijd in die mik ga steken. Het duizelt voor mijn ogen, dus ik strompel naar mijn bed. Valt doodmoe op mijn dekens, heb mijn wekker nog gezet. Oké, wacht even hoor. Wat doen jullie vijandig? Ik bedoel, in het stuk zijn Lissy en Imani vriendinnen, hè? Dat wil ik ook graag zien in jullie spel en jullie zang. Oké? Even opnieuw. Ik fiets door weer wind, mijn trappers vliegen in het rond. Ik moet de kat nog voeren en nog lopen met de hond. Het duizelt voor mijn ogen, dus ik stompel naar mijn bed. Val domo op mijn dekens en mijn wekker nog gezet. Ik droom ervan dat ik de tijd kan stoppen, niet groter wordt. In mijn dromen droom ik dat het echt kan. Oké, hartstikke goed. Ik vind de rol van Imani eigenlijk wel makkelijker. En het past ook veel beter bij me. Oké, nou, ik heb voor nu genoeg gezien. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. De rol van Imani is op mijn lijf geschreven. Hoewel ik wel zou willen dat mijn moeder wat meer is zoals de moeder van Imani in de musical. Dat ze wat meer bezorgd is, dat ik niet overwerkt raak. Stel nou dat ik de rol van Imani krijg en Mick die van Jake. Dan kan ik heel veel tijd met hem doorbrengen. En dan ziet hij ook dat we heel goed bij elkaar passen. Rosalie wil heel graag Maurice spreken. Want ze heeft een dringende vraag voor hem. Hoe ging het bij de jongens? Hebben jullie al een goede kans hebben voor Jake? En waarom wil nieuwsgierig Aagje dat ze graag weet? Zomaar. Dan kan ik misschien in mijn vrije tijd samen met hem oefenen. Als Imani en Jake. Oh, en wie zegt dat jij de rol van Imani gaat krijgen dan? Maurice lachte naar me toen hij dat zei. Zou dat betekenen dat ik de rol van Imani krijg? Als dat zo is, hoop ik echt dat Mick Jake wordt. Mick kan dan wel helemaal niet zingen, maar voor de rol van Jake hoef je ook helemaal niet te kunnen zingen. Maakt Mick bijvoorbeeld een goede kans? Hij is super grappig en origineel. Een beetje zoals Jake ook is. Ja, maar ik vraag me wel af of Mick eigenlijk echt wel zin heeft in die rol. Het is natuurlijk heel lief dat Rosalie het opneemt voor haar klasgenoot. Maar Mick is een stoorzender. Ik vind dat jij je moet concentreren op je eigen prestatie. Want of je die rol nou speelt met Mick of met iemand anders, dat maakt toch eigenlijk niet uit? Ja, voor u misschien niet, maar voor mij wel. Denkt u dat Mick geen zin heeft in de musical? Nou, ik zou het jammer vinden voor jou wanneer jij negatief beïnvloed wordt. Ik zou het jammer vinden voor de musical als u Mick nu al zou opgeven. Nou, dan moet jij dat misschien maar aan Mick gaan vragen. Misschien dat hij naar jou wel luistert. Alsof ik me zo snel zou laten beïnvloeden. En eigenlijk snap ik Mick ook wel, hoor. Ik zou ook negatief worden als ik de hele dag moet schoonmaken en zo. In welke landen ben je eigenlijk allemaal geweest? Ik was ooit in Thailand. Dat was zo te gek. Ja, ik wil echt super graag een keer naar Thailand. Alleen niet alleen. Nee, ik vind alleen op vakantie gaan, vind ik gewoon helemaal niks aan. Dus zodra we weer mogen, dan zoek ik nog een reisgenootje. Ik word een beetje gek van Puck haar nieuwe obsessie. Maar op zich ben ik ook wel blij dat ze niet weer de hele tijd over die romantiek heeft. Hoef ik ook niet meer zo na te denken over hoe ik haar tevreden moet houden. Ik ben ooit eens in Australië geweest, vallende sterren gezien. Echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Serieus? Ja. Weet je dat ze zeggen dat er vanavond in Nederland vallende sterren te zien zijn? Echt? Zullen we vanavond vallende sterren gaan kijken? Ja, is goed. Daaf en Sanne, ik wil eigenlijk iets met jullie bespreken. Even, lopen jullie even mee? Ja, is goed. Er zijn vanavond vallende sterren te zien. Lijkt jou dat niet romantisch om daar samen heen te gaan? Het is niet of die vallende sterren er elke avond zijn, dus waarom sneaken we niet uit onze kamer vanavond? Of durf je dat niet? Misschien is het best wel vet, die vallende sterren. En als ik er dan een zie, dan kan ik wensen dat Puck weer normaal gaat doen. Mick? Mick! Ik zocht Mick om ervoor te zorgen dat hij toch zijn best gaat doen voor de musical. Hoorde ik die volwassenen opeens vet serieus praten. Met die Mick valt geen land te bezeilen. Hij is negatief, dat leidt de anderen af. Het is gewoon niet motiverend als iemand continu met een lang gezicht rondloopt in het kamp. Nee, ik ben het met je eens. Mick is een negatieve factor. Ik ga zijn ouders bellen, want dit kan gewoon niet meer. Wil je ook meedoen? Ja. Gaat het wel? Ja. Okay. Ja, doei, mam. Mag ik meedoen? We zijn al met genoeg. Monopoly kan toch met 8? Gaat ze ineens doen alsof ze aardig is? Door haar Mick misschien naar huis gestuurd. Dus echt niet dat ik nu gezellig een spelletje met haar ga doen. We zijn al een tijdje bezig, dus het zou een beetje raar zijn als er opeens iemand bij komt. Kan ik niet bij iemand aansluiten? Esmee? Ik speel liever in mijn eentje eigenlijk. Anders moeten we de hele tijd overleggen en het duurt alleen maar langer. Zo zielig voor Sally dat iedereen haar ineens zo negeerde. Dat verdient ze toch niet? Maar ja, ik zei zelf ook niks. Ik was al lang blij. Normaal ben ik degene die niet mee mag doen. Ik snap het al. Jullie vinden het gewoon niet chill dat ik de hoofdrol van Imani zou krijgen. Kan je niet vanuit gaan? De rollen zijn nog niet eens verdeeld. Bovendien ben jij veel te arrogant voor die rol. We zullen zien. Ik bouw er echt van hoe dit kamp gaat. En misschien krijg ik wel de rol van Imani. Maar al is dat zo, dan kan ik mijn blijdschap met helemaal niemand delen. Rosalie helpt Mick met zijn corvée. Maar ze zijn niet de enige in de keuken. Welke rol in een musical zou je eigenlijk willen? Geen. Dat geloof ik niet. Je bent de brutaalste jongen uit de klas en doet het meeste je eigen ding. Als je een beetje je best doet, kan je zo de hoofdrol krijgen. Maar waarom zou ik er überhaupt één willen? Dat is toch leuk? En waarschijnlijk ziet niemand aankomen als jij de hoofdrol krijgt. Of als je überhaupt je best doet. Dan kan je de rest een beetje chockeren. Dat wil je toch zo graag? Ik begrijp niet waarom Rosalie zo graag wil dat ik meedoe aan die eindmusical. Ik denk dat meester Daaf gewoon heeft gestuurd. En dat ze braaf doet wat hij zegt. Ik ben bang dat je naar huis gestuurd gaat worden. Maar hoezo? Heb je dat gehoord of zo? Want het zou eigenlijk best chill zijn. Nou, ik zou het heel jammer vinden. Want als ik de rol van Imani krijg, dan wil ik wel een echte Jake naast me. En ik denk eigenlijk dat alleen jij het echt goed zou kunnen doen. Geen idee waarom ze denkt dat ik die rol zo goed zou kunnen spelen. Niet dat ik dat wil, hoor. Maar hoe komt ze op dat idee? Dat is toch raar? Ik kan moeilijk vertellen dat ik verliefd op hem ben. Hij wil helemaal geen vriendinnetje. Ik hoorde het hem zelf tegen Puck zeggen. Trek je vooral niet te veel van mij aan, hoor. Nou, dat is dan ook voor het eerst dat niet alles om jou hoeft te draaien. Rosalie is gewoon verliefd op Mick. Het druipt er echt van af. Het is nacht en de leerlingen liggen te slapen. behalve Sally. Mijn perfecte Insta-leventje is op dit moment eigenlijk niet zo perfect. Kamp is eigenlijk best wel stom. En ik heb net mijn mond ook nog verbrand aan thee. Ik heb best wel vaak gezien dat influencers confession stories doen. Daar wordt altijd best wel goed op gereageerd. Ik weet nog niet of ik hem ga posten. Mijn moeder wordt woest, denk ik. Mag ik bij je komen zitten? Kon jij ook niet slapen? Nee, ik slaap toch liever in mijn eigen bed dan ergens anders. Snap ik. Dat had ik vroeger ook altijd, als ik ergens anders sliep. Ik vond het best wel stom dat de meiden je niet mee lieten spelen. Ik had er eigenlijk iets voor moeten zeggen. Ik heb het er eigenlijk zelf naar gemaakt. Ik doe best wel bitchy de afgelopen tijd. Het komt ook door de stress van mijn Insta-carrière. Het is gewoon naar als iedereen je negeert. Best wel gek. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht hoe het voor Imke was dat niemand tegen haar praatte. Ik hoorde Sally een filmpje inspreken dat ze het kamp eigenlijk heel stom vindt. Dat vond ik best wel zielig. Ook Puck is haar kamer uitgesnikt. Klaar voor haar romantische date. Kijk eens. Tada. Ah, lief van je. Romantisch, hè? Zie je wel dat Liam romantisch kan zijn? Ik hoefde hem geen eens te vragen om een dekentje voor me te halen. En hij nam ook nog eens mijn favoriete snack mee. Als hij zo door blijft gaan, word ik vast wel weer verliefd op hem. Ik snap niet echt wat hier romantisch aan is. En ondanks dat dekentje is het nog steeds best wel koud. Er is ook helemaal geen vallende ster te zien met die bewolking. Maar ja goed, als het Puck blij maakt. Heb je het nog koud? Ja, ik moet toegeven dat ik het nog best wel een beetje koud heb. Ik weet wel iets om je op te warmen. Oh ja, wat dan? Gadverdamme, wat is er mis met jou? Stel je niet zo aan. Dat is echt smerig, dat doe je toch niet bij je vriendin? Hoezo? Laat jij nooit scheten of zo? Je hebt gewoon het romantische moment verstoord. Net toen ik dacht dat ik wel weer verliefd op hem kon worden, doet hij dit. Ik snap echt niks meer van hem, hoor. Ik snap echt niet waarom ze zo moeilijk doet over een scheet. Ik doe dat ook altijd met mijn vrienden. Die vinden het allemaal wel lachen. Ik ben echt teleurgesteld, je bent zo lomp. En ik ben teleurgesteld in jou. Je hebt gewoon geen gevoel voor humor. Ook Sanne en Maurice zijn nog laat wakker. We hebben net overlegd en... We hebben besloten wie de rol van Lizzie gaat spelen in de musical. En dat gaan we de meisjes morgen vertellen. Ik ben zo benieuwd hoe ze gaan reageren. De volgende keer in de Eindmusical. We hebben het wel een beetje met je gehad, Sally. En nu al helemaal. Maar dat had je wel door, toch? Ik vind musicals gewoon stom. Nou, voor iemand die alles gewoon stom vindt, is hier eigenlijk geen plek. Dus of jij verandert je houding, of je gaat naar huis. Ik denk dat jullie nu wel zullen begrijpen dat ik niet de rol van Lizzie bekend ga maken.